Vandaag heb ik een spannende dag, want ik ga op bezoek bij de brandweercommandant Marco van Rooyen. Hey, hoi. Goedemorgen. Welkom op onze Porsche IJsselstein. Ja, hartstikke leuk. Ga je weer naar boven? Ja, zeker. Hoe lang werk je eigenlijk al bij de brandweer, Marco? Ik ben 21 jaar vrijwilliger hier op de Porsche IJsselstein. Ja. Waarvan de laatste 6 jaar als postcommandant. En wat houdt de rol van de postcommandant precies in? Ja, als postcommandant dan ben je verantwoordelijk voor de paraatheid van je post. Ja. En dat is dan niet alleen de paraatheid van je auto's, van je voertuigen, maar ook van het personeel. Je moet voldoende personeel hebben die ook voldoende en goed opgeleid is. Ja, ja. Heer, was brandweerman worden altijd al jouw jongensdroom? Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk wilde ik politieman worden toen ik klein was. Maar via een oud collega van mijn vader kwam ik in aanraking met de jeugdbrandweer, die ook van IJsselstein. Ja, toen is het niet meer overgegaan. Toen ben ik, wilde ik brandweerman worden. Ja. Dus je bent eigenlijk altijd bij de brandweer gebleven? Ik ben even tussenuit geweest voor school en voor mijn dienstplicht. Ja. En daarna ben ik weer gauw teruggegaan. Ja. Leuk. Wat spreek je het meest aan bij de brandweer? Ik vind het heel erg leuk om mensen te helpen. En het mooie bij de brandweer is dat we dat natuurlijk in IJsselstein doen. Gewoon je geboorteplaats, dus dicht bij huis. Ja. En wat ik ook heel mooi vind bij de brandweer is dat we in teamverband werken. Dus we zijn altijd met elkaar druk om een incident te bestrijden. Ja. Hoeveel mensen werken in IJsselstein met de brandweer? Wij hebben hier 35 vrijwilligers die dag en nacht klaarstaan eigenlijk voor de gemeenschap. En zijn er ook vrouwen actief bij de brandweer? Ja, we hebben momenteel hebben wij 3 vrouwen. Waarvan er één deze week haar 30-jarig jubileum gaat vieren bij ons bij de brandweer. Ja. En wij zijn eigenlijk al een van de eerste korpsen die vrouwen hadden bij het korps. En werken jullie nu vooral lokaal of ook regionaal? Wij werken hoofdzakelijk in IJsselstein. Maar als er natuurlijk grote branden of grotere incidenten zijn, dan zijn we ook inzetbaar bij de naburige gemeentes. Verder hebben wij hier een ladderwagen staan die voor een groter gebied binnen onze regio rijdt. Kunnen we een kijkje nemen in de kazerne? Tuurlijk, ja? Dan gaan we even naar beneden. Ik kan alles laten zien wat we hier in huis hebben. Nou, super. Kijk, hier zijn we dan in onze remise waar onze voertuigen staan. Ja. Was je hier al een keertje geweest? Nee, eigenlijk niet. Het is helemaal leuk niet? Om een keertje te zien. Nee. Hier staan de voertuigen waar wij mee uitdrukken. Ja. Hoe komen de meldingen eigenlijk bij jullie binnen? Nou, de meldingen die komen binnen via 112. Mensen zien een incident en die bellen naar keurig 112 centrale. Dan wordt die aangenomen. Ja. Mensen vragen dan natuurlijk naar de brandweer als iets voor ons is. Ja. Die schakelen door naar de alarmcentrale in Utrecht. Ja. Op de Briljantlaan hebben wij onze eigen alarmcentrale voor de provincie. En die alarmeren ons. En wij krijgen op onze alarmontvangers krijgen wij de meldingen binnen. En als je, dat is gewoon de pieper die afgaat. Ja. En daar staat keurig opgeschreven waar wij naartoe mogen. Ja. Nou, mensen die zijn aan het werk, we zijn allemaal vrijwilligers, die komen naar de kazerne gesneld, trekken hun pak aan en rukken met de tankhouderspuit uit. En voor wat voor meldingen worden jullie nu vooral opgeroepen? Ja, meldingen zijn heel divers. De brandweer die brandweer. Hè? Ja. Dus uiteraard rukken we uit voor brand. Maar daarnaast hebben we ook de ongevallen. De kat in de boom, die horen natuurlijk ook nog eens voorbij komen. Een hele enkele keer komt dat nog voor. Beesten in nood, dieren in nood, het is heel breed. Wateroverlast, mensen in de lift, bedenk het maar. Allemaal incidenten waar de nood hoog is, komt de brandweer. Kun je iets laten zien van de materialen? Tuurlijk. Hier staat een van onze tankauto's spuiten. Dat is de auto waar we het eerste mee uitrukken. Een eenheid met 6 personen rukt daarmee uit. En die hebben de beschikking, in dit geval staan we naar de pompruimte te kijken. Er zit 1500 liter water in. En daarmee kunnen we de eerste aanval doen als de brand is. Ja, ja. Dan hebben we hoge drukstralen die we daarvoor gebruiken. De eerste inzet pakken we met hoge drukstralen, dat zijn deze. En als we met die 1500 liter kunnen we met 1 straal ongeveer 12 minuten blussen. We hebben aan de andere kant er nog eentje. Ja, dan ben je met 6 minuten is je tank leeg. In die tussentijd zorgen we ervoor dat we via de waterleiding weer water in de pomp hebben en we door kunnen blussen. Worden het hele grote branden, heel soms zie je ze op tv. Ja. Dan gaan we met grote rode slangen aan de gang en dan gaan we er gewoon heel veel water op gooien, maar vooral van buitenaf. Voor de ongevallen die we hebben we natuurlijk ook speciale gereedschappen. Die zitten aan de andere zijde van deze deur, aan de binnenkant. Die hangen aan deze kant van de...
dingetjes bij elkaar te knijpen. En een grote schaar. Daarmee halen we dan zogenaamd op het dak van de auto af. Je ziet het wel eens op tv of bij plaatjes. Hoe snel kunnen jullie te plaatsen zijn? Wij doen er ongeveer 8 minuten over na melding om bij iemand voor de deur te komen die een incident gemeld heeft. Ja. En ik begreep net al dat jullie met 6 mensen tegelijk uitrukken. Is dat altijd zo? Ja, we rukken over het algemeen met 6 mensen uit. Het laatste half jaar hebben we ook de AED-taak erbij. Dus als er een hartaanval ergens gemeld wordt, dan rukken we met 4 mensen uit. Dat zijn er voldoende mensen om daar te helpen. Ja. En als je nu niet voldoende mensen op dat moment hebt? Dan rukken wij niet uit. Dan komt er een ander voertuig van een andere gemeente die dichtst erbij staat, die dan dat voor ons waarneemt. Ja. En hoe bereid je nou goed voor op zo'n melding? Ja, onze collega's zijn natuurlijk erg gemotiveerd. En als ze naar huis gaan, dan zetten ze de auto al met de neus de goede kant op. Als ze naar bed gaan, trainerspak of iets ligt al op de stoel klaar. De sokken, de schoenen, sleutel bij de hand, zodat ze zo snel mogelijk naar een melding hier naartoe kunnen komen. Ze zijn 24 uur per dag oproepbaar, dus je moet ook er wel voor gaan. En hoe vaak oefenen jullie nu situaties? Wij oefenen elke woensdagavond. Ja. Dan zien jullie, de mensen in IJsselstein ons vast voorbij komen. En daarnaast hebben we nog training op oefencentra. En dat gebeurt vaak in een weekend of ergens op een avond extra of een keer een zaterdag. Kun je een voorbeeld geven van een recente oefening? Recente oefening, een hele mooie, hebben we gedaan in de grote kerk, in de klaskerk. Daar hebben we ook wel een paar beelden van. Dat is misschien leuk om die te bekijken. Zeker. Brand hebben ze last van? 1 straal, 4 man. Redding, hè? Staat de slachtoffer boven. Later gealarmeerd. Later gealarmeerd, 2 auto's onderweg. 4 mensen missen we. Jullie gaan nu naar boven. Hond. Ik geef ze terug, want straks kom je tegen me aan. Ik blijf laag. Sorry, zolang jij beweegt, vind ik het eng. Staan? Ja. Kan maar staan. Zeker? Ja. Met die knie, de kom eraan.
We zitten hier nu in de brandweerauto, voor mij de eerste keer. Ik zie een heleboel spullen om me heen. Kun je er wat meer over vertellen? Ja, hier in deze auto gebeurt het natuurlijk. In de auto zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen van iedereen. Voor iedereen hebben we een ademluchtset. Want in een gebouw waar rook is, daar kan je niet goed ademen. Dus we hebben een onafhankelijk ademluchtsysteem. Verder hebben we voor iedereen portofoons en zaklampen. En dat doen we allemaal als we uitrukken. Dus het moment dat we in de auto stappen tot aan het plaatsincident, zijn wij druk bezig met onze persoonlijke beschermingsmiddelen op orde te maken. Daarnaast zijn we natuurlijk druk bezig met, ja, waar gaan we heen, wat gaan we aantreffen en hoe komen we bijvoorbeeld aan water. Er gebeurt van alles achter in zo'n auto. En heeft iedereen een vaste plek in de auto? Ja, iedereen heeft wel een vaste plek. Het is niet zo dat we iedereen een vast nummer geven. We werken met nummers, 1 tot en met 4 achter in de auto. De eerste die binnenkomt is vaak nummer 1 en zo opvolgend naar nummer 4. Al onze mensen die kunnen alle nummers, zijn ze voor opgeleid. Voorin zit een bevelvoerder. Die is leidinggevende. Die is de baas over dit voertuig. We hebben een chauffeur die de auto natuurlijk met plaats incident rijdt. Maar daarnaast de pompbediende van de auto is. En die geeft ook alle materialen uit. En achterin zit dan 1 tot en met 4. Waarvan nummer 1 en 2 de aanvalsploeg is. En nummer 3 en 4 de waterploeg. 1 en 2 gaan daar, waar ze het over een woningbrand hebben. Die gaan de woning in. En nummer 3 en 4 zorgen ervoor dat er, wat ik net al een keer vertelde aan de buiten, die zorgen ervoor dat er weer water in de pomp komt. Dus die zijn bezig met een straatopzetstuk plaatsen op de waterleiding. En de pompbediende zorgt ervoor natuurlijk dat de druk op de slangen blijft. Dus behoorlijk hectisch, zeg maar, die eerste minuten. Heel hectisch. Ja. Vooral de bevelvoerder, die heeft een behoorlijk drukke taak. Zijn ook bij onze onderofficieren, die zijn goed opgeleid. Ja, die neemt de beslissingen. Die is druk bezig met van, waar ga ik heen en hoe kan ik dat incident zo snel mogelijk en zo goed en veilig mogelijk bestrijden. Ja. Wat is nou een gebeurtenis wat zeg maar de meeste indruk op je heeft gemaakt? Ik vind incidenten met slachtoffers en met kinderen erg ingewikkeld. Ja, daar komt hij aan dichtbij. Dat maakt het soms moeilijk. Ja, en hoe wordt er omgegaan met de emotionele belasting zeg maar, voor de brandweermensen? Daar hebben we tegenwoordig heel veel aandacht voor. Wij zijn zuinig op onze mensen. Want je wil natuurlijk, je doet mensen die doen veel investeren in de opleiding. Je wil niet dat ze afhaken op een emotioneel incident. Als wij terugkomen van een incident, dan hebben we een collegiaal opvangteam of een bedrijfsopvangteam klaarstaan. Dat ligt een beetje aan hoe spannend het incident is. De bevelvoerder bepaalt of dat hij die hebben wil. Of een officier van dienst die ter plaatse geweest is bij een moeilijk incident. Wat wij dan vooral doen, is het verhaal compleet maken. Dus we willen met elkaar het hele incident nog een keer doorspreken. Dat doen we 1 keer, soms 2 keer, soms 3 keer. Om je emoties goed kwijt te kunnen en het een plek te geven. Blijft het dan nog heel ingewikkeld voor iemand, dan hebben wij daar speciale psychologen voor, traumapsychologen, die goed opgeleid zijn voor het werk wat wij doen. Ja. Dus we zijn zuinig op onze mensen. Veel nazorg. We hebben veel nazorg. Als het nodig is, hebben we heel veel nazorg. Ja. Mooi, ja. Hoe lang bestaat de brandweer in IJsselstein? Het is leuk dat je dat vraagt. Toevallig, dit jaar bestonden we 105 jaar. En dat hebben we van de zomer in september groot gevierd met alle inwoners van IJsselstein. Daar hebben we wat leuke beelden van gemaakt, die we wel even kunnen gaan bekijken. Lijkt me leuk. Thank you.
goedemiddag allemaal. Historische dag voor de brandweer IJsselstein. Voordat ik daar iets over vertel, wil ik graag even welkom heten. Vincent van den Berg, de lokale burgemeester. Meneer Bert Bulk, een oud brandweerman en historicus van IJsselstein. Die zometeen een gift gaat doen aan de stichting Historisch Brandweermateriaal. Waarvan ik hier de collega naast heb staan. Die zijn gekomen met de stoomspuit. En dan wil ik eigenlijk even meneer Bulk het woord geven om... Ik heb in het verleden heb ik ook nog het een en ander weten te verzamelen en weten te proberen te voorkomen dat het in verkeerde handen kwam. En daar heb ik wat attributen voor en die wil ik uitreiken aan de lokale burgemeester. Dan begin ik bij het kleinste. Een klein lampje. Hij hoort op de stoomspuit als verlichting en dan hoort de kaars in. Dan heb ik nog de originele helmen die hoorden bij... Bij de uitrusting van, want die helm, en dat is geen porum, hè. Zo, ja, daar hoort zo'n helm op. En als laatste is een straalpijp die voor mij helemaal compleet is. En door dat de druk soms te hoog was, hebben ze een klein stukje erin gesoldeerd, dan ze de straal wat hoger konden laten komen. En deze wil ik ook overreiken. En, aan de gemeente en die, en gelukkig is de stichting onder controle van de gemeente. Maar deze mensen, daar die hem gerestaureerd, daar wil ik een applaus voor hebben. Daar staan er nog een paar die medewerkers. Want die hebben helemaal gratis opgeknapt. Het lijkt me een prachtig verjaardagscadeau om dit vandaag aan jullie te overhandigen. Dankjewel. Het is fantastisch. Als je klein, we kunnen hem weer compleet maken. Ja, dan gaan wij. Oh, kijk, en hij gaat zijn helm opzetten. Even de goeie. Zo hoort dat. Ja, zo hoort dat. Foto! En het duurde wat langer, de prijsuitreiking, omdat we zoveel formulieren hadden. Zoveel mensen hebben meegedaan. Zo leuk. Roy aanwezig. Yeah. Hoe heet jij van je achternaam? Hoge. Van de Hoge. Dan heb jij gewonnen. Hey! Kom even bij staan. Hoi, Roy. Vooral wat onze post. Roy, dus dankjewel. Goed, nou, dit waren de prijzen. En zo, ik heb een heleboel van je gehoord. Ik heb een heleboel gezien. Hartstikke leuk. Ik ben heel veel wijzer geworden om eens een kijkje te nemen achter de schermen. Hartstikke bedankt. Ik vond het erg leuk dat je bij ons was en dat je dat de dingen hebt kunnen zien die je graag wilde zien. Ja. Nou, hartelijk dank. Ja, ook bedankt. Ja.